Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van Eurogames. Vandaag spelen wij Playdead Inside. En Inside, dat gaat over een jongetje die, waar je eigenlijk niet zoveel over weet. En ik kan je ook dus niet meer vertellen over dit spel, want dat ga je dus eigenlijk uitvinden in je reis. En so it begins. Je begint te rennen door de bossen, zoals je nu ziet. We gaan het gewoon zien. Dit is wel de demo. Ik heb niet het volledige spel, maar de demo duurt toch een kleine 10 tot 15 minuten. En we gaan even kijken hoe ver we hem gaan doen. Ik vind het wel echt een awesome spel. Dus ja, we gaan eens even door. En Inside is eigenlijk een soort van platformer met puzzelelementjes erin. En, en het verhaal, daar gaat het natuurlijk over. Dat is de main point van deze game. En het is heel mysterieus. En het heeft ook een soort van creepy horror vibe, heeft het. Zoals je, denk ik ook wel ziet nu. Ja, het is echt een hele spannende game. Ik heb wel een aantal beelden ook gezien. Het is echt een aanrader. Oh jee. Even wachten tot die weg is. Then it's our turn. Right now. Oké, dan. Even kijken als we dit eens even kunnen duwen. Oh, dat zal wel herrie hebben gemaakt. Hup. En langzamerhand kom je ook echt meer te weten over het verhaal, maar het is vrij ingewikkeld. Maar interesting, dat zeker. Oh jee. Ja, we hebben dit ding volgens mij al nodig, ja? Ja. Oh, ik hoor honden. Damn. Oh shit. Hier kunnen we op. Kunnen we weer verder. En de grafische stijl van deze game vind ik ook echt hartstikke mooi. Hartstikke origineel ook. Er zouden meer van dit soort games moeten uitkomen. Gewoon spannend verhaal. Aan de zijkant. Echt een platformer. Oh jee, die hond. God damn it. Jump, jump, jump. Wow. Net aangehaald, damn. We zijn nog steeds in het bos. En ik heb het idee dat er mensen naar ons op zoek zijn. Namelijk ook auto's rijden en alles. Kijk, daar heb je er ook alweer een. Mannen die eruit kijken. Oh jee. Snel rennen. Snel. Snel onder de berg. Dat zal ons niet kunnen zien. Heel goed. Oké, dan. Rij maar lekker door. Gaan wij ook weer door. Ah, daar staat ook een auto. Te voorzichtig. Ik hoor een deur open gaan. Oké, oh jee. Oh jee, hij rent er zacht naar. Shit. En jump. Oh jee. Ik word achtervolgd. Wow. Failure. Gewoon keihard doodgeschoten. Oké, let's try again. En jump. Dat is wel gaaf gedaan hoor. Hier even wachten. Maar waarom haalt die andere gast me dan niet in? Oh shit, daar is die wel. Rennen, rennen, rennen. Jump. Oh shit. Jump.
flink achterna gezeten. Oh nee, honden ook nog. Damn. Kijk dan, het ziet er echt sick uit. Even wat ademen. Oké dan. En nu gaan we onder water duiken om gewoon dat licht te vermijden. Kijk, en die lightning effect. Light effect is echt sick. Oké. Nice job. Gelukkig kijken ze ook niet verder met dat licht van ze. Nou, ik zie dat ze nu gewoon weer in de auto stappen. Oh, we kunnen niet eens dieper. Jongetje, helemaal doorweekt. Hey, varkens, dode varkens. Creepy. Oké, waar zullen we nu op landen? Een maïsveld. Interesting. Oké, dan ik ben benieuwd hoor. Het is in ieder geval duidelijk een apocalyptische setting, want alles is grauw en ja, alles een beetje stuk en shit. Nergens mensen te bekennen. Dode dieren. It's kind of creepy. Eens kijken. Dit doen we er eens even af. Wat de hel is dat allemaal? Oké, goed. We gaan gewoon door. Zie je een machine? Nou, ik vermoed dat die aan moet. En staat die aan, jongens? Looks like it. Oké, dan kunnen we dat zo eraf gooien en dan kunnen we daar weer op. Wacht, even kijken. Ja, dat moet er inderdaad op. Nou, kom maar op. Ah nee, wacht. We hebben iets zwaarders nodig. En die beestjes die mij achtervolgen, die moet ik volgens mij in die pijp krijgen. Wacht. Ze achtervolgen me niet voor niks. Kijk, wacht. Ik denk dat dit het is. Oké, snel naar die hendel, snel naar die hendel. En hup. Ja, kijk. Ze gaan erin. Nu tak, 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 tak. Ik weet niet eens wat het zijn. Wat de hel zijn het? Kuikentjes of zo. Ja, het lijken kuikentjes. Grappig zeg. Oké, nou, we kunnen door. Eens kijken. Nou, ik vermoed dat we moeten springen. Zo. Varken knalt eruit. Nou, dit karretje kunnen we weer gebruiken. Kijk, allemaal van die wormen die er, lijkt het, eraf vallen. Ze kruipen ook nog. Hier ook weer. Allemaal wormpjes. Ah, hier kan je niet meer springen, dat is gaaf gedaan. Het speelde ik echt heel smooth, heel lekker.
Zoals het hoort, natuurlijk. Hé, daar zit een wormpje. Lijkt het in zo'n varken. Of we daar iets mee kunnen. Of in meerdere varkens hier. Oh shit. Wow, easy buddy. Wow, jezus hé. Rustig aan, hij heeft. Wacht, fucking hell. Wow, what the fuck? It's really strange. Nou, kom hier. Hij heeft zo'n shit in zijn reet. Ze moet hier wel. Ja, kijk. Wow. Lekker fout. Kijk. Ik denk dat ik daar zo in die helm moet. Blijft hij staan? Ja. Oké. Oké, well, let's see. Er zijn mensen, maar ik bestuur ze, een soort van mind control. Oh, kijk, daar hebben we. Wow, wat veel. Daar hebben we er nog een. Duwen. Wacht. We moeten denken. Ah ja, kijk, we kunnen nu duwen, maar die anderen moeten ook mee helpen. Oh ja, precies. En nu hebben we dus alle vier. En nu kunnen hun dat zo verschuiven. Maar wat doen ze ermee? Oh, wegtrekken zie ik. Oké. We komen nu uit dit helmpje, jongens. Nou, zo dus. Oké dan. Wordt alweer een beetje licht, zie ik. Nou, dan gaan we ons avontuur hier even stoppen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit leuk vond. En vergeet vooral niet te abonneren. En ik check jullie later. Peace out.